Meneer, weet u wat dat voor een boot is? Wat dat voor een boot is? Geef eens het boot wel. Nee, dat dacht ik ook. Kom ons met gas te maken hebben, want ik zie buizen. Nou, lieve vrienden, we zijn in het, bij het centrum aanbeland. Niet in, maar bij. Dat is dus ook een hele bouwput. Dat worden allemaal nieuwe winkels of weet ik veel wat. Misschien wel weer een restaurantje erbij of een flyerwinkel. Ik weet het allemaal niet, want dat staat er allemaal wel met terrasjes. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag donderdag, alweer 16 april. Ja, de tijd houdt geen schaft, hè, wanneer jij stil zit. Nee, de dagen gaan door, de uren gaan door. En het is exact precies 2 uur. Ja, ik ga met Rijk aan de wandel en ik heb een stil vermoeden dat ze weer aan het oefenen zijn boven de zee. Jullie gaan mee. En ja, ik ga gewoon lopen. Ja, dus even. En ook weer even. Ja, gewoon lekker even weer frisse neus halen. Ik heb thuis ook wel even genoeg te doen, maar ik wil ook even een frisse neus weten te halen. Ja. Neem enkel deze mee. Geen GoPro, want ik ben weer er helemaal in hijsje trekken. Geen zin aan. Nee. Dus ja, mijn telefoon zit nog in mijn buzzer. Jij. Die heb ik zo meteen ook nodig, want dan kan ik weer lopen, kan ik ook weer afvallen. Ja, begrijpen jullie? Ja. En het is goed voor me. Dus, maar we gaan er gewoon lekker vandoor. Rijka die wilde er ook uit, die staat daar bij Ewin. Ewin zit op de vensterbank. Rijka die staat met de voorpootjes op de armleuning. Een vrouwtje, schiet nou op. Ja, ik piep ook al hoor, ja. Dus ja, de televisie blijft gewoon uit. Ik ga gewoon lekker vandoor. En neem wat snoepjes mee. Lekker. Voor de dorst is dat. Helpt goed tegen de dorst, die snoepjes. En ook voor je keel, als je last van je keel hebt. Ja. Even zien. Gistermiddag kwam ik een. Ik denk dat het een echtpaar was, want ze liepen bij elkaar. Behalve wanneer het even niet kon. Maar ik liep aan de graskant en hun liepen op de stoep met een hele mooie hond. Een kita, zoiets, weet ik hoe het een beetje heet, ook zo'n polse hond. En die man die moest ook niezen, maar die deed het keurig zo. Maar dan wordt er ook gezegd, als je verkouden bent, moet je binnen blijven. Hij deed het dus ook niet, maar hij is niet verkouden. Hij heeft hetzelfde als ik. Allergisch. Voor die polen die door de lucht heen zweven, die dingetjes allemaal. Nou, dat heet hooikoorts. Dan moet je ook verniezen. Maar dan ben je niet verkouden. Wel, nee. Maar de mensen die kijken gelijk omhoog. Ja, nee hoor. Kom op. Ik ben niet ziek. Nee, echt niet. Mijn kettingen. Zo. Mijn trots. Mijn trots, en vooral ook deze. Dat onderste hartje, nee het bovenste hartje moet ik zeggen. Bovenste hartje waar dat steentje in zit. Dat was de ring van mijn heid. Mijn heid, mijn papa. Die onderste hartje, die heb ik er zelf bij in laten zetten. Die was van mijn moeder. Maar toen kwam mijn mannetje te overlijden en die had een stropdaspin van mij gehad ooit een keer. Die had ik ook zelf ontworpen en daar zat een roosje bij in. En toen zei ik tegen de goudsmid, dat roosje moet je bewaren, want die wil ik erbij in hebben. Nou, en toen kom ik even bij je thuis, dus dan moet ik eventjes kijken vanwege het gewicht, dan bind ik hem eraan vast. En dan kijken we en dan zien we wel of die recht blijft hangen. Nou, hij bleef netjes recht hangen. En met een gouden ring van mijn moeder nog, daar heeft hij een kokertje van gemaakt, die zit er bovenop. Daar zit het as van mijn mannetje in, met een diamantje er bovenop. Hoe geweldig is dat? Ja toch? Dus, nou, en deze ketting, die onderste, die heb ik van mijn schoonmoeder gehad, dat ze nog in leven was voor de verjaardag.
En er staan alle drie onze namen in aan de achterkant. Enkel mijn naam is verkeerd, maar dat doet er niet toe. Ik kom uit een goed hart. Ja, je bekijkt het maar. Je hebt boven eten en je bekijkt het maar. Ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer hoor. Doei! Nou, lieve vrienden, we zijn op de dijk weer aanbeland. Alleen het oefenen is al reeds weer voorbij. Maar het is wel druk. Het schip vaart. De Texelse boot gaat weer richting Texel. En ik weet niet of jullie die drie oranje bootjes zien van vorige week. Die liggen er nog. Ja. Ik denk dat we die ook wel iemand aan boord hebben of zoiets wat met corona heeft te maken. Anders zou ik het niet weten dat ze daar liggen. Nee, ik zou het niet weten. Nou, mooi Texel. Rechts voor ons uit weer het kerktorentje van Den Burg. Ook een hoop fietsers. Zoals jullie wel allicht zien. Daar een zwerm meeuwen in het water. En er komt nog een boot aan. Wat dat voor een boot is? Joost, ik mag het weten. Ik zie dat nog niet. Ik zie dat nog niet. Zien jullie dat? We wachten het af. Ja, we wachten het gewoon af. Maar het is weer een mooi plaatje al met al. Of niet dan? Zeilbootje er verderop. Zo. Die wil zijn gehoor kapot hebben. Met een hoop gebonken en een bas in de auto. Ja. Ik weet niet waar dat is. Het is volgens mij geen vissenkotter wel. Ik zou het niet weten. Ik weet het niet wat dat voor een boot is. Misschien ook wel hoor, dat het ook een vissersboot is, maar dan ja, voor iets anders om te vissen weet ik veel. Meneer, weet u wat dat voor een boot is? Wat dat voor een boot is? Geen vissersboot wel? Nee, dat dacht ik ook. Kom ons met gas te maken hebben, want ik zie buizen. Ja, gas of olie of wat dan ook. Dus ja, en daar liggen die drie oranje. Het is helderder weer dan het was van de week. Maar nu zie je ze beter leggen. Dat was vorige week niet het geval. Ja, het is heerlijk vertoeven hier. Aan de Nederlandse kust. Dit toevallig bij Den Helder. Een paar minuten lopen ben je er al. En het strand is die kant op. Ja, enkel helaas kan ik niet op het strand komen. Want dan graaf ik mezelf in met mijn scootmobiel of met mijn rollator of wat dan ook. Ja, dus dat doen we maar niet. En het is ook geen laag water dit keer. Het is hoog, want ik zie geen keien blootleggen. Dus. Nou, dan gaan we weer die kant maar eens op stuvelen. Ja, en dan laat ik jullie zo meteen eventjes ook nog een foto met de vuurtoren. Ja, even op afstand. En dan komt het allemaal wel weer. Goed, ik zou zeggen tot zo. Meteen maar weer. Nou, we zijn nog steeds op de dijk, maar een stukje verderop. Kijk, dat wou ik jullie laten zien. Hoe mooi het en helder kan wezen. En de mensen willen eruit, maar het is hier zo mooi. Echt.
de omgeving, de natuur. De lange Jaap daar op de achtergrond. Rijka, kom eens hier te trekken. Ik zal proberen in te zoomen. Maar Rijka die is ook een beetje aan het touw doen. Rijka, zo meteen. Daar zijn ze aan het bouwen, dat kan ik dus uit mijn huid zien. Tenminste het bovenste stukje dan. Nou ja, het is hier toch geweldig en je kan de boot pakken als je niet bang bent voor varen van zee. Kan je de boot pakken, kan je eens een keer naar Texel toe wanneer de coronatijd voorbij is. Ja. Ja, zo is dat. Nou, dan gaan we weer verder. Ik ga daar naartoe. Tussendoor even richting de stad. Maar dan weten jullie ongeveer hoe mooi het is hier. Ja toch? Ja. Nou, daar hebben we onze Rijka. 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 Ga zitten. Hallo, kom eens hier. Ga zitten. Luistert ze weer niet. Ga zitten. Rijka. Dat is mooi zit. Goed zo. Kijk, je kan het wel als je maar wilt. Ja, als je maar wilt. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor. Die kant op. En dan zullen we het wel weer zien. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn nu op de Postbrug aanbeland. Hier gaan we normaal gesproken ook met de avondvierdaagse over. Daar heet die geweldig mooie kerk die we vanaf bovenaf zagen. Daar ginds het oude gemeentehuis weer. Die ik vorige keer al gefilmd. En dan draai ik me om. Moet ik eerst even staan. Daar heet dat gebouw weer. Die ik uit mijn huis gedaan zie. Tenminste het bovenste stukje dan. En die brug hebben we net ook overheen gelopen. Dus hoe geweldig is dat? Ja. Hier woon je perfect. Ja, hier woon je echt perfect. Ja, er komen een heleboel keeshondjes aan. Althans, dat lijken mijn keeshondjes toe. Is dat Rijka? Wat is dat Rijka? Lief zijn die hondjes. Dus ja, lieve vrienden, we gaan hier nou die kant op. Dat is het centrum in. En daar zijn ze bezig met een park aan te leggen, geloof ik, denk ik. Weet niet zeker. Dat moet ik eerst even bekijken. Verderop ligt wel al een park waar nog hekken ook omheen staan. Ze zijn allemaal stadsparken aan het aanleggen. Dus ja, toch ook prachtig mooi. Ja, dat we meer groen in de stad krijgen. Dat ik ben er helemaal blij mee. Ja, geweldig. En hondjes mogen er niet in poepen. Nee, die moet je aangelijnd hebben. Ja. Dus we gaan weer die kant op. En ik zeg tot straks bij je. Nou, lieve vrienden, we zijn in het, bij het centrum aanbeland. Niet in, maar bij. Dat is dus ook een hele bouwput. Dat worden allemaal nieuwe winkels. Of weet ik veel wat. Misschien wel weer een restaurantje erbij. Of een flyerwinkel. Ik weet het allemaal niet. Want dat wordt er allemaal wel met terrasjes. Nou ja, dat is allemaal tegen de vlakte gegaan. En ja, dat komt ervoor terug. En hoe dat zal worden, dat weten we nog niet. Ik hoop dat het wel weer mooi gaat worden. Ja, en dat we er blij mee kunnen zijn. Waar al die auto's staan, dat is het Bernardsplein. Ja, en daar zie je de watertoren ook weer met de bekende vlag erbovenop. Ja, dat Rijka in de gaten houden. Nou, ze zitten wel vast aan me, maar ze gaat toch achterlangs. Maar oké. Dat is ook een gedeelte van het park. Dat is een kerk. Ja. Dus ja. Kom maar hier naartoe, het is hier altijd gezellig hoor. Ja, kom maar eens een keer een kijkje nemen wanneer de corona verdwenen is. Of dat als het weer mag. Ja, dus kom rustig, in en helder,
genoeg mogelijkheden als alles weer op volle toeren draait. Ik ben aan de reclame maken, geloof ik. We mag niet eens. Ik word niet eens hier gesponsord. Ah, wat erg. Vreselijk. Ik ben een vlogster. Oh, echt? Ja, ik ben een vlogster. Mijn naam is Corina met IE en de Beestenboel. Aha. Ja, leuk. Ja. Nee, ik doe een hele ronde van vertellen. Ja, ik probeer Den Helder een beetje omhoog te krikken. Ja, goed idee. Ja. Maar ik ben wel back af en dan moet ik nog naar huis zo meteen. Ja. Ja. Dus. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zie jullie straks wel weer. We gaan gewoon die kant verder. Ja. Richting waar de markt altijd was. Zo, lieve vrienden. En nou zit ik dicht bij mijn huisje. Weer op een brug. En dat is een beetje voor een geintje, je mag het weten. Er komt een bootje. Maar daar staat de kerk die ik uit de tuin vandaan kan zien. Uit mijn woonkamer. Dus ja, hoe leuk is dat? Ook die hoor je nou momenteel. Dat doen we toch aan slaan. Ja, heren voor alle zorg en alle mensen die doorgaan tijdens de corona. Ja, dat helemaal geweldig. Nou, en dan draai ik hem weer om en dan heb je daar dat gebouw hier waar ze mee bezig zijn te bouwen. Nou, dat gebouwstuk, dat zie ik dus ook. En dat zal ik jullie straks ook wel laten zien. Ja, en daar komt een bootje aan. Ook altijd leuk. Altijd gezellig. En daar hebben we onze Rijka. Rijka? Rijka? Hallo? Geen contact? Zie je weer een ander hondje? Hé? Nou, dan gaat hij weer. Ik weet niet hoe deze brug 1, 2, 3 heet hoor, maar ach, het is een brug. Daar hebben we nog een brug. Dat is de Oude Rijkswerf. Ja, hij heeft zoveel verschillende namen dat gebied. Oude Rijkswerf, Cape Holland, oud marineterrein. Het is allerlei namen, dat gebied. Leg ook marineschepen erachterin, maar dan mag je weer niet komen. Dat is je privéterrein. Van de marine. En dus ja, je ziet hier van alles gebeuren. Dan gaat het. Oh, dat is geen boot. Dat is geen boot, dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Kijk, dat is iets moois. Komt op YouTube. Mooi! Ja, echt geweldig! Nou, en dan ga ik die kant op en dan ga ik naar huis. En dan zal ik straks wel weer eventjes de camera pakken als ik thuis ben. Ja, want ik ben zat, ik ben moe. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis aangekomen en we hebben gelopen 3,33 kilometer, oftewel 3 kilometer, want die 33 dat is er weer te verwaarlozen. Ik ben ook wel back af, wat ik al op de brug zei, ik ben kapot, ik ben moe, pijn in mijn benen, pijn in mijn rug. En ik geloof dat dit ook het grootste stuk wat er is wat ik kan lopen. Ik denk niet dat ik de 4 ga halen, nee. Mijn hemel, wat een eend, jeetje. En we hebben er 1 uur, 37 minuten en 42 seconden erover gedaan. Nou, een gezond iemand loopt sowieso alweer veel sneller dan dat ik doe, hè? Ja. Maar in ieder geval, ik ben er wel weer blij mee, want het is de beste in april. En het is dus weer een verbetering. Ja, toch? En er is er eentje hier aan het zeuren, zoals jullie wel horen. Dat is prinses Eeuwin.
Ja, mevrouw. Ja, mevrouw, hè? Ja. Nou, en die ligt al voor pompers op de bank. En de kerk, waar ik het net over had, die ik net even aan het filmen was, bij het water. Nou ja, wat denken jullie? Daar staat hij. Dat is de kerktoren. Ja. Dus, nou, Kandolf heb ik ook net naar buiten gelaten, dus die is ook de hoort op. Daar ligt ons meisje. Hé, moe hè? Ja. Lekker slapen hoor. Ja. Oh. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag. Het is bijna 4 uur. Ik ga maar koffie doen, want ik heb dorst en de televisie aan doen. En even time-out voor mezelf, eventjes tot rust zien te komen. Ik zou zeggen, tot later op de avond misschien. De dag is het nog niet om, dus ik kom het sowieso wel weer retour. Dus ik zeg het tot dan. Doei doei. Ja, lieve vrienden, al met al is het weer hartstikke laat. Zeker vroeg. Het is 14 minuten over 3. En ja, ik ben net buiten geweest daar al en mijn hoedje op gehad. En daarom zit mijn haar nou niet mooi. Het is koud buiten. kriebel in mijn keel. Ook dat nog. Wij gaan afsluiten en ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele goede nachtrust en welterusten. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!